Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen weekend heeft een inwoner van Breda 1,7 miljoen euro gewonnen in een casino. Nou vragen we aan de mensen op straat, wat zou u doen met al dat geld? Als ik een miljoen zou hebben, zou ik misschien een heel leuk huisje kopen in Spanje. En daar te gaan overwinteren. En de rest in de zomer zou ik hier terug naar Nederland komen. En dan een beetje blijven hier. Dat zou ik met een miljoen doen. En af en toe maak ik de familie dit ook wel komen bij mij. Goeie genade. Dat is echt een luxe probleem nummer 1, denk ik. Ik zou mijn familie een plezier doen met bijvoorbeeld afbetalen van het huis van mijn broer. Zorgen dat ik zelf wat spaargeld voor de kinderen opzij heb staan. En verder aan goede doelen. En dat meen ik oprecht. Delen. Alleen maar delen met mijn kinderen en goede doelen. Ja, dat. Oh, 1,7 miljoen. Nou, ik zou heel veel meer mensen ermee blij maken. Ik zou stoppen met werken. Ten eerste. En lekker genieten. Nou, ik zou het echt niet weten. Geen wensen? Nee, ja. Dit overvalt je natuurlijk. Dus ik denk, nee. Ik zou ze gewoon niet weten. Echt niet. Misschien vakantie of zo, maar... Die dingen, denk ik, ja. Dus wat ik zou doen als ik zoveel geld zou winnen? Op vakantie gaan, mijn studieschuld afbetalen, denk ik. En shoppen. Wat ik zou doen? Nou, ik heb mijn leeftijd al dat ik het niet ver nodig heb. Maar ik zou het lekker delen onder mijn kinderen. En wat zou ik nog meer doen? Ik zou het niet weten meer. Ik denk op vakantie gaan en mijn huis afbetalen. En wat erover blijft, misschien aan de familie schenken. Als ik, ja, natuurlijk heb ik teeltrek voor de cultuur. En ja, als kijken voor de. Misschien een beetje sparen voor mijn pensioen. Ja. En misschien een huis kopen, zo is het rest. Als het mogelijk zou zijn, zou ik het flatje waar ik woon kopen en mijn familie erin stoppen. Zijn ze dicht bij mij. Maar voor de rest, ja. Ja, ik weet het niet. Een miljoen is veel, hoor. Nou, ik heb mijn eigen bedrijf als fotograaf, dus ik zou een studio halen, een nieuwe camera, nieuwe lampen en dat allemaal, ja. Een huis kopen, dat is ook wel leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.